meldkamer 3109, beter gevecht. We gaan reanimeren. Reanimatie. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD Varmoor en vandaag ga ik op pad met deze B-klasse met de nieuwe OOV striping gemaakt door Heumots. Shout out Heumots. Jullie hebben de voertuigcontrole al kunnen zien. En ja, nu gaan we lekker de straat op. Geen bijzonderheden voor deze dag, alleen dat ik nog steeds de heupholster heb. Hier gaat wel iets fout. Vier voertuigen naast elkaar, terwijl er geloof ik maar drie rijbanen zijn. Wie van de twee maakte dan een fout? Nou, dat was niet zo'n hele nette actie van die auto daarvoor. Ik heb nog steeds... Nee, nu moet ik het goed zeggen. Ik heb nog steeds het beenholster. Ik had jullie wel gevraagd, wat vinden jullie leuker? Daar heb ik natuurlijk... Of ja, natuurlijk, daar heb ik nog geen reactie op. Want ik heb nog geen... Die video's staan er niet online. Ik laat die auto even voor wat het is, want we krijgen een melding. Prio 1. Ja, dankjewel rode auto. Een beetje ruimte voor me gemaakt. We zijn nu onderweg naar een ongeval. Houden we met letsel. We gaan kijken waar we veilig kunnen draaien, want ik ga niet op de snelweg draaien. Het verkeer remt hier al af, mogelijk dat ze hier al bezig zijn met kijken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We gaan hier de snelweg af. Maar dadelijk weer de snelweg erop. Ik heb het gevoel dat dit weer de verkeerde schreen is. Ik had een betere versie en die heb ik geloof ik die ben ik kwijt. En die moet ik even zoeken, die heb ik wel in mijn mailbox hoor. Dus die moet ik even zoeken, maar ja, voor nu, totdat mijn game crasht. Zo dan. Moeten jullie even met deze schenen doen. Ja, please return to the accident scene and finish the conversation. Ik was niet begonnen, want ik moest draaien, beste makker. Hoi. Dus we hebben nog steeds het beenholster. Die video met het heuphol of waar ik voor het eerst het beenholster gebruik, die komt voor mij volgende week geloof ik online. Als jullie dat nou echt verschrikkelijk vinden, dan is dit de laatste video daarmee. Dan weten jullie dat alvast. Vinden jullie nou super vet, dan is dit de tweede en de daarna volgende video daarmee zeg maar. Goeiedag. Nou, het is een tijdje geleden dat hier een ongeluk is gebeurd. Wat is er aan de hand? Nou, dat is niet helemaal waar, want een video met de Vito met de nieuwe OV-striping was hier ook een ongeluk gebeurd. Dus het ligt gewoon aan die striping, denk ik. Hey agent, ja het klopt. Nou, niet zo heel lang geleden. Blabla. Heb je al contact gehad met de betrokkenen? Nee, je bent de hoogste in een rang. Neem het alsjeblieft over. Ja, altijd hetzelfde verhaal. Het wordt nu een beetje oud. Maar oké, ik zal eens gaan kijken of ik... met ze kan gaan praten. Heel erg bedankt, ik zal het verkeer regelen. Je staat godnonde jukes hier
Hij is het verkeer eraan te regelen. Veilig ik. Ja goed, ambulance vertrokken met patiënt, zo te zien al. Goeiedag meneer, Wim, politie, alles oké? Okay? Ja, ik heb alleen wat blauwe plekken. Mijn dochter is alleen gewond. Ze gaat nu met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Oké, sorry. Ja, het spijt me dat ik dat hoor. Dat is sorry to hear. Dat is echt typisch Engels. Ja, hoe zeg je dat in Nederlands? Het spijt me. Sorry. Verschrikkelijk om te horen, zoiets. Bla bla bla. Ik weet niet wat u vroeg. Kun je nog iets herinneren? Ja, ik hoop dat ik nog iets kan herinneren. Het is een beetje een hele waas voor me nu. Ik zal het proberen. Weet je hoe het is gebeurd? Waren de andere voertuigen betrokken? Waren de andere voertuigen betrokken? Ja, een andere auto was van laan aan het leen aan het veranderen. Ik moest heel hard remmen en toen gebeurde iets. Neem even de tijd en denk over je antwoord, zeg ik. Nou, sorry, ik weet niet zeker of het juist is. Misschien kun je iemand anders vragen die wat iets meer weet. Nou, oké, dank je in ieder geval. Nu moet ik weer naar deze mevrouw hier. Goedemorgen mevrouw, politie, heeft u een seconde? Ja hoor, ga maar. De auto die daar op zijn kop ligt, zei dat er een derde voertuig was betrokken, klopt dat? Ja, zoals je ziet, ik probeerde te remmen, maar dat is me niet meer gelukt. Kun je me een nummerplaat herinneren? Misschien voertuigkleur? Nee, sorry, mijn ogen waren echt gefocust op de auto voor me, sorry. Oké, als er nog iets is, je kunt contact opnemen met de Los Santos Police Department. Sheriff Department, oké. Ik ben blij bij Sheriff. Ja, jullie horen misschien op de achtergrond trouwens de airco. Is namelijk zo dat het super warm is. En mijn kamer is dan een sauna, zoals ik in elke video zeg waar jullie de airco misschien horen. Maar in ieder geval, dus voor nu. Sorry daarvoor alvast, maar anders ga ik dood. En dat moeten we ook niet hebben. Goedendag meneer. Ik ben nu degene die 1-2 heeft gebeld. Ja, ik heb de politie gebeld. Ik was een beetje aan het rijden en opeens zag ik het ongeluk voor me gebeuren. Er was een derde voertuig. Heb je iets daarvan gezien? Ja, het was... iemand zei dat het een Condor was, maar dat was het niet. Oké. Okay. Weet je wat het type het was? Het was een Benzie met nummerplaat 40. Papa Bernard Lima 896. Oké, okay, dankjewel daarvoor. Ik ga doorgeven naar onze meldkamer en wij gaan... naar dat adres toe. 6. Dat is verhoord. Ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen. Ik ga daar gewoon zonder spoed naartoe. Ik weet niet of het nou nog precies buiten Heterdaad is of binnen Heterdaad. Dat weet ik allemaal niet. Maar we gaan er in ieder geval die kant op. Dus ik zie jullie daar zo meteen. Ik heb geloof ik niet helemaal juist gedaan. Daar staat in ieder geval een auto die beschadigd is. Ik hoop dat ik met haar kan praten. Nee dus. Oké. Okay. Ik moest blijkbaar nog eerst even bij dat ongeluk iets afmaken. Ik weet alleen niet meer waar het is. Hier zo? Nou, we gaan iets heel gevaarlijk doen. Oké, okay, goodbye. Ja, doei. Godmonde ju. En dan moet ik nu weer terug naar dat adres, denk ik. Maar dan gaan we natuurlijk gewoon even naar teleporteren. Goedendag mevrouw. Doe me een lol, laat je al even waar ik ze kan zien. Is dat uw voertuig daar? Ja, agent. Alles oké? Okay? Kun je me vertellen waar je ongeveer 20 minuten geleden was? Kun je me vertellen waarom jij een absolute klootzak bent? Zegt ze tegen mij. Nou, dat is niet aardig. Oké. Okay. Je zegt me nu waar je was, of ik neem je gewoon mee naar het politiebureau voor onderzoek. Ik was gewoon een beetje aan het rondcruisen. Ja, en opeens word ik hier nu door jou aangesproken. Wat is er aan de hand, joh? Heb je iemand aangereden toen je was aan het rondrijden? Wat? Nou ja, het is toch een normale vraag. Heb je iemand aangereden? Hé, blijf staan. Ik heb een wapenstok en ik ben niet bang om hem te gebruiken. En kijk eens, dat is de nieuwe wapenstok. Meewerken. Meewerken. Omdraaien. Ik ben aangehouden. Ik ga je fouilleren voor jou en mijn veiligheid. Waarom zeg ik voor haar veiligheid? Nou, stel dat zij toch iets bij heeft, zij trekt dat, dan zal dat misschien wel geschoten op haar worden. Dat wil ze natuurlijk niet hebben. Dus, zij heeft verder niks bij, ik ga een transportje deze kant op. Dus, nogmaals, de nieuwe wapenstok. Nieuwe wapenstok. En een nieuwe taser. De Nederlandse taser.
En die heb ik gekregen. En ik weet niet of die te downloaden is. Ik heb hem nogmaals gekregen. Ik denk dat hij hem zelf heeft gemaakt. Ik geef ook geen shout-out. Waarom niet? Als je een shout-out wilt, laat hem maar even weten in de comments. Dan word je gewoon vastgezet. Maar ik geef nooit zomaar een shout-out naar iemand waarvan ik de naam heb. Terwijl die dadelijk zegt van ja hallo, ik wil mijn naam niet in beeld. Ja, dan moet ik die hele video weer verwijderen en weer uploaden zonder, zonder zijn naam. Dus beter gewoon achteraf en dan in de comments. In plaats van wel erin zetten en tot het niet, tot iemand het niet wilde. Dus ik ben altijd heel voorzichtig met shout-outs. Als er een shout-out in beeld komt, dan weet je ook zeker dat die persoon daar toestemming voor heeft gegeven. Mevrouw gaat mee. En de auto gaat mee voor verder onderzoek. En wij gaan mee. Niet naar het bureau, maar mee weg hier. Soepele zin weer. Taser werkt voor de rest trouwens gewoon hetzelfde, net als uw wapenstok. Je kunt met die wapenstok met nog steeds gewoon lekker mappen. En met de taser kun je nog steeds gewoon lekker taseren. Een bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle wagen. An ambulance call, an unconscious civilian in Cypress Flats. Rijdt u alsjeblieft prio 2. Prio 2, ja, prio 1 maken we gewoon van prio 1 reanimatie. Ah, dat is hierboven. Kan ik hier rijden? Jazeker kan ik hier rijden. Nou, hier liggen wel wat stenen, daar moeten we even mee opletten. Daar ligt de persoon. Pak de AED en we gaan mogelijk de reanimatie starten. Meneer, kunt u mij horen? Controleer ademhaling, geen ademhaling, start reanimatie. Ik wil wel naar mijn ambulance, dit kan hem natuurlijk. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Medical aid requested in Cypress Flats and ambulance requested. Van het ziekenhuis. Rijdt u alstublieft prio 1. No injury pads were found. Jawel, want hij... Ah. Maar hij is gewond. Toch? Welke knop? Oh, verkeerde knop. Kijk, die ambulance is dit dichterbij laten spannen. Ah, hij komt bij. Mooi. Reanimaat succesvol. Daar komt de ambulance. Nee, die gaat mij aanrijden. Ik zie het alweer. Soepel. Toet. Persoon overgedragen aan de ambulance dienst en wij gaan met vervolg. I don't think I need an ambulance, je bent net pas gereanimeerd joh. Normaalste zaak van de wereld. Ja, dat is allemaal het script en zo, daar kan ik verder niks mee doen. Dus ik laat het lekker, ik ga niet nu helemaal in discussie met het script om hem alsnog die ambulance in te krijgen. Want het gevolg is dat het script dan zegt van ja, je kunt me wat. Ik stop er lekker mee, ik ga koffie drinken of zo en dan crasht je weer. Die komt uit een apart steegje gebied. Niks mis meer om even de kenteken te checken. Hij mag hier in principe rijden, dit is een parkeerplaats. Ik ga het volgende keer. Misschien is dat al in en uitgaan van een parkeerplaats. Verder niks aan de hand, dan laat ik het lekker. Dus inderdaad, de in- en uitgang lijkt mij. Reanimatie dus succesvol, altijd fijn. We gaan door. Stoplichten hier, ze werken alleen niet. Verkeerslichten, ja. Je krijgt het mij niet meer aangeleerd om stop verkeerslichten te zeggen. Nu moet je hem zeggen, hè? Die smart daar, die staat verkeerd geparkeerd.
Willen jullie nou dat ik weer drie, vier minuutjes verspil, of verspil tussen aanhalingstekens dan even, aan die auto daar kentekencheck doen, weg te laten slepen, want die stond voor een inrit. Die blokkeerde zijn inrit. Of zeggen jullie laat dat soort kleine dingen maar. Gewoon de foutparkeerders en zo, die lijken laten en bezighouden met meldingen. Of zeggen jullie in het kader van realisme toch wel, ook de foutparkeerders eventueel bekeuren of weg laten slepen. En dan zul je misschien zien dat je daar best vaak mee bezig bent. Want er staan redelijk veel auto's fout geparkeerd. Laat het even weten in de comments. Wordt iemand gezocht? En de zware vesten gaan daarbij aan. Voor de zekerheid. Voor mijn veiligheid. En we hebben opeens weer het heupolster. Ja. Moet ik nog even aanpassen. En hoe gaan we die persoon treffen? Kan ik die snelweg hier ook nog op ergens? Nee, dat wordt echt snel zo draaien. We gaan gebruik maken van een vrijstelling. Dat betekent dus dat we hier gewoon even mogen gassen, even blauw aan, maar wel de rood mogen rijden. Of in ieder geval tegen het verkeer mogen rijden. Sneller rijden dan toegestaan. En eventueel ook zonder gordel mogen aanrijden, dat soort dingen. Dat mogen allemaal dus, zijn allemaal vrijstellingen die de politie heeft mochten zij bezig zijn met een incident, met een melding. En ook als je dus geen zwaarlichtingsschenen aan hebt, mogen ze die vrijstelling dus gebruiken. Onthoud dat. Want heel veel mensen weten dat niet. En dan zie je weer een filmpje van een op Dumpert verschijnen van een motoragent die over het fietspad rijdt. Waar de mensen weer commentaar op hebben van ja, Maximus gebruikt dit, dat. Nee, die motoragent is gewoon bezig met zijn werk. Oh, daar heb ik heel veel geluk. En die gebruikt dus zijn vrijstelling. Die auto die gaat wel heel snel er vandoor. We gaan even dus, ja, wederom gebruik maken van een vrijstelling, rechts inhalen, in ieder geval waar de mensen auto's rijden, zodat we lekker door kunnen rijden, want die auto rijdt ook lekker door, zo te zien. Kijk, als je nu blauw gaat aanzetten, dan wordt het misschien alleen maar realistischer wel, want dit is natuurlijk niet echt heel veilig en realistisch, maar ook onveilig, denk ik. Het verkeer gaat daar heel raar op reageren. Nou, ik vind het echt opvallend hoe snel die auto voor mij uit kan rijden. Ik ga nu wel even links rijden en blauw aanzetten, want dan gaan alle voertuigen automatisch naar rechts uitwijken. En dat is wel fijn. Maar die auto die loopt gewoon nog steeds op mij uit, zeg maar. Stopteken gegeven. Spreek de politie, uitstappen met je handen omhoog. Geen rare dingen doen. Uitstappen met je handen omhoog. Omhoog, op je knieën. Oké. We gaan naderen. Wel nog wat collega's erbij even. We have a 1099 in Pacific Bluff. 1202 OC, we komen dan. Wacht even tot de collega's in de buurt zijn. Als die komen. Zo te zien niet. Nou, dan doen we het toch maar zelf. Persoon wordt geboeid, verder niemand in het voertuig. Daar kwam een pakketje drugs naar boven. Ja, goed. Nou, luister eens, jij bent aangehouden. Je bent niet aan de verplicht, je hebt een advocaat. Dat soort geneuzel allemaal. Ik ga je fouilleren.
En als ik dat heb gedaan, dan druk ik geloof ik op de 0. En dan gaan we, hij had nog een, nou verder niks. Waar moet ik ook weer op drukken? Die? Nou, we gaan met hem en het bewijs wat we hebben gevonden naar de rechtszaal. Ik heb één ding gevonden. We gaan zo meteen kijken hoeveel dingen we gemist hebben. Misschien onderweg. Na 21 jaar heeft hij straf gekregen. Dat is netjes. Nou, we hebben ook al het, alles gevonden. Dat is mooi. Voertuig wordt mee afgesleept, weggesleept. Kogel weer aan het vest. Gaat weer af. En we gaan door. We've got a person attempting to steal a car in Morningwood. Die stal heet er daad. Respond code 2. Van een voertuig. Hallo, hallo. We wachten even. Yo, raampje ingetikt. Oh, veel wapen, 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 veel wapen. Noodknop ingedrukt, noodknop ingedrukt. Collega's komen snel ter plaatse, ik ben wel geraakt. Verdachte geraakt, staat nog steeds op. Hij schiet op de collega's. En op mij. Laat de wapen vallen. Laat vallen. Handen omhoog. Op knieën. Ja, eenmaal aanmelding. You're under arrest, you piece of crap. Ik ga je fouilleren. Hij is flink geraakt. Piece of crap. Dus hij gaat, hij had nog een vuurwapen bij. En dat ging niet helemaal lekker. Ik wil in ieder geval een ambulance voor hem vragen. Het is natuurlijk logisch om zo iemand met een ambulance naar het ziekenhuis te laten gaan voor de schotwonden die hij heeft. En dan pas naar het bureau. Maar goed, dan crasht de mod. En nu crasht de hele game. Ik zie jullie zo meteen. En zo zijn we terug op bureau. En ik heb mijn voertuigje neerzet en ik ga jullie alvast bedanken voor het kijken. Wat ik wel nog even ga laten horen is de sirene die al gaat aangepast. Had ik gezegd, hè. Komt ie? Je hoorde in ieder geval niet meer de tik die erin kwam. Even een hele korte pauze. Het was een beetje ta tik tik tu ta tik tu, snap je? Ja, en nu gaat hij iets te snel, maar wel soepel, zeg maar. Hij klinkt beter. Ik ga onze auto hier neerzetten, motor uit, en we gaan naar binnen. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat er gaat zijn, moet ik heel goed nadenken. Ik weet het even zo snel niet. Jullie zien het vanzelf wel. We gaan naar binnen en tot de volgende. Doei!